En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, toch niet laden. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Leuk om u te zien hier op de markt in Elst. Gisteren is de nieuwe donorwet in van kracht gegaan. Dat betekent dat iedereen donor is. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik wel goed. Ja? Want je kunt heel veel mensen mee helpen natuurlijk. Maar, die wat nodig zou hebben. Maar ik moet wel zeggen, ik ben het nog niet, maar ik was wel van plan om het te doen. Ik heb het toen nog niet gedaan. Maar nu bent u het dus automatisch. Nu moet u aangeven dat u het niet wil. Nee, maar dat bedoel ik, dat zou ik dus niet doen. Ik zou het niet zeggen van, als straks met mij wat gebeurt, dan nee. Als ze iets kunnen hebben van wat goed is, wat voor andere mensen noodzakelijk kan zijn, dan vind ik dat prima. En uw familie, hoe denkt die daarover? Nou, mijn man die laat zich een beetje ook in het midden, maar mijn zoon en mijn dochter, die hebben alle twee... ook een donor, dus die hadden dat al. Dus. En die hebben dat gelijk al gezegd. Ja, die zijn jong, hè. Dat is dan makkelijker om een stap te nemen, denk ik, dat wij ouder zijn of zo. Ja, kijk je toch even raar tegenaan, natuurlijk, het idee. Maar ik ben er wel mee overstappen. Ik denk dat het een goede zaak is dat mensen zich beschikbaar stellen voor als donor zijn. En waarom? Omdat op het moment dat je eigen je organen beschikbaar stelt als donor zijn, je een bijdrage levert aan mensen die al jarenlang zitten te wachten op een orgaan en dat ook nodig hebben. Op het moment dat die beslissing gemaakt is, vind ik het wel goed dat het op het moment daar is. Dat je dan nog een overweging kunt maken met de nabestaanden eventueel of het wel of niet door laat gaan. Ja. Maar uw familie die kan natuurlijk een andere gedachte daarover hebben. Weet u daar iets van? Ja, maar ik denk dat als je je beschikbaar stelt voor als donor zijnde, dat je van tevoren daarover moet spreken van in welke situatie je wel of niet je organen beschikbaar stelt. En welk orgaan? In principe kun je aangeven, zou ik persoonlijk aangeven welke organen beschikbaar willen stellen aan de wetenschap. Ik vind het prima. Ja? Ja, daar ben ik helemaal voor. U hebt al een donor... Ik heb een dode codicil, absoluut. Ja. Dus u gaat ook geen melding doen van nee? Nee, absoluut niet. Wat nee. Vindt uw familie daarvan? Die is daar, die werken allemaal... Ja, allebei in het ziekenhuis, dus die zijn het daar helemaal mee eens. Oké, dus je hebt een beetje overgehaald of het is uw eigen beslissing? Nee, dit heb ik al vanaf mijn, zolang het bestaat heb ik dat al. Oké, is helemaal super. Ja, na de brand van Harderwijk toen die tijd was ik nog meer gemotiveerd. Ja, want het heeft toch wel impact. Ja, zeker weten. Bij heel veel mensen. Ja. Ik hoop als dat je iemand dat... kunt helpen. Ja, graag. Ja. Ik hoop dat er heel veel mensen donor zijn. Hè? Ja. Dat is heel belangrijk. Nu is het dus automatisch al. Hè? Maar ik heb ook nog alleen maar mensen... Ja, maar hoe beter je registreert, hoe beter het is. Ik heb nu ervaring met mijn man, die is pas overleden. 17 februari, die had een donorcodiciel. En we hoefden gewoon niet na te denken. We hebben het er al zo vaak over gehad en dat is belangrijk. Maar je moet blijven praten met mensen. Juist, maar dan is het ook belangrijk dat u samen al de beslissing van tevoren heeft genomen. Want op het moment dat uw man overleed en de vraag komt, dan hebt u ook het goede gevoel, zou ik het zo zeggen, om daar ook duidelijk in te zijn. En mensen moeten meer praten van wat gebeurt er met mij, stel je dat. Wat willen jullie dan? Ja. En niet blijven afvragen van. Ja. Ja, nee, dat is een hele goede zaak, die donorwet. Ja. En ik snap niet waarom het zo moeilijk is allemaal. En waarom het zo lang geduurd heeft. Ja, ik denk dat er heel veel emotie in zit bij mensen. Ja, maar ook laksheid. Kan. Gewoon het gemak van, Het heeft natuurlijk wel met een heel emotioneel onderwerp te maken, dat is de dood, hè? Ja. Wat vindt u daarvan, mevrouw? Ik vind het een goede zaak. Ik vind het eigenlijk, ben ik het bij mij met
als ik er iets meer aan heb, om het te kunnen doen. Ja. Ja. U hebt al langer een donorkorrel zien? Ja, ik denk al nou, 15, 20 jaar of zo. Ik denk al langer. Ik heb het origineel nog, zo'n papiertje, moest ik nog invullen. Oké. Maar nu gaat het gewoon automatisch, vind ik een goede zaak. Ja. Want ja, nogmaals, mensen die vinden het niet zo belangrijk. Het is een beetje, beetje gemakzucht ook. Wat vindt uw familie daarvan? Weten die dat? Nee, ja, tenminste onze jongens gewoon. Jawel, ja, en mijn ouders die hebben het zelf ook. Die hebben ook het die zijn eigenlijk zo ben ik ook opgegroeid met wat ik net al zei. Want het is heel normaal om je medemensen te doen. Ja. Super. Ja. Heel goed, want je hoeft niks te doen. Je gaat automatisch, kom je erbij. Ja, dus u hebt geen punt van ik wil dat eigenlijk niet of ik wil erover nadenken. Nee, helemaal niet. Ik vind het prima. En uw familie, hoe kijkt die daar tegenaan? Geen idee, want die wonen allemaal ver. Oh ja, maar Duitsland, goed. Maastricht. Dus ja, maar u praat daar nooit met... Nee, eigenlijk niet. Nee. U denkt gewoon, als het zover is... Dan komt het vanzelf. Ja. Ik ben geen nu donor. Ja. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat u dat wil doen voor de medemens. Ja, ik vind het wel goed eigenlijk. Je moet toch een beetje voor elkaar klaarstaan, denk ik. En als je het echt niet wil, kan je natuurlijk uitschrijven. Dat vind ik wel goed, dat dat kan. Oh. Ja, jij ook? Ja, ik vind het ook heel goed. En alleen ook maar fijn voor mensen die dan ziek zijn of iets nodig hebben, dat ze dat ook gewoon kunnen krijgen, dat het automatisch gaat. Ja. Jullie gaan niet aangeven van nee, dat willen we absoluut niet. Weet dat ik kan nog natuurlijk, niet. Hè? Of weet je daar nog? Nee, dat weet ik nog niet. Ik ben nog geen 18, dus. Nee. Dat moet ik nog even over nadenken. Ja. Jouw familie, jullie ouders, hoe staan die daar tegenover, dat je dat weet? Mijn moeder die doet daar wel aan mee, en mijn vader volgens mij niet. Dat vindt hij volgens mij niet zo fijn, maar. Moet hij ook zelf weten, natuurlijk. Dat is uiteraard helemaal waar. Hè? Iedereen moet het helemaal zelf weten. Ja, dat het is ook een eigen keuze. Maar laten we. Ik zeg dat gebeurt nooit, hè? Maar stel dat er iets gebeurt, dan zou jouw moeder een keuze kunnen maken. Ja. Zou je dat goed vinden? Jawel. Ik denk dat ze daar heel goed over nadenkt. Ja. Jawel. En jouw ouders? Ik denk dat mijn ouders er heel, heel neutraal bij zijn. Ze het allebei wel graag zouden willen. En ik weet ook niet per se hun mening erover. Maar er is geen speciale reden als geloof of zo. Dat kan natuurlijk ook meespelen. Ja. Ik denk dat veel mensen zich er niet van bewust zijn hoeveel ze mensen daarmee kunnen helpen. En ook dat heel veel mensen zich niet ermee bezig zijn. Dus... Ja. Had u al een donorcorrosier? Nee, dus ik ben een van die mensen. Ja. Mooi voorbeeld. Ja. Maar u gaat ook niet reageren van ik wil het niet? Nee. Dus eigenlijk accepteer ik het wel, maar doe ik er verder niks aan. Uw familie, hebben die daar een reactie op, denkt u? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze het gewoon accepteren, denk ik. Ja, dat is natuurlijk... toch een emotioneel onderwerp op het moment dat de beslissing daar is, bent u er niet meer? Nee, jammer dan. Ik denk dat als mensen overlijden, dat ze heel blij zijn ermee. Dat is helemaal waar. Goede instelling. Ja, daarom. Ja. Dus. Ik hoop alleen dat u nog heel lang van het leven mag genieten. Laten we het hopen, alsjeblieft. Ja. Maar ik weet niet zeker. Nee, maar dat weten we allemaal. Nee, dat zie je dan de laatste tijd wel weer. Dankjewel, hè. RN7.